Goedemorgen iedereen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loren en ik sta hier een keer buiten om de vlog te starten. Vandaag is het woensdag, vandaag is het weer mijn derde dag stage deze week. Nog 2 dagen te gaan na deze dag en dan zit mijn 6e stageweek er al op. Het einde begint al in zicht te komen, ook al is het nog 4 weken. Alhoewel, ik moet eigenlijk zeggen 5 weken, want er zit nog 1 week paasvakantie tussen. Normaal is paasvakantie 2 weken, maar bij ons is het zo geregeld dat we 1 week paasvakantie mogen nemen. Dus 1 weekje vakantie nog en dan is het gelijk ook niet zo lang meer. Fijn dat jullie hier zijn, vergeet zeker niet even te liken, vergeet zeker niet even te abonneren. Nolan staat nog boven, die is er aan het klaarmaken om naar school te gaan. Ik ga nu even mijn boterham maken en dan gaan we op tijd richting stage vertrekken. Zet ik haar af aan het station en dan rijd ik door naar mijn stage. Ondertussen ligt Figaro hier ook weer. Hij wil altijd super graag aaitjes en vindt het echt leuk. Dus ik denk dat ik misschien even 2 minuutjes ga aaien en dan ondertussen mijn boterhammetjes gaan maken. Die daar in de doos altijd liggen. En dan zijn we weer klaar om naar stage te gaan. Ik hoop dat jullie al een leuke dag hebben gehad. Ik hoop dat jullie een leuke dag gaan hebben als jullie dit in de ochtend bekijken. Ik ben wel spannend te worden, want het is vandaag dus woensdag. Over 4 dagen loop ik de marathon van Gent, denk ik. Ja, over 4 dagen, de 24e. Dus het begint er dichter en dichter aan te komen. Vandaag moet ik niet gaan trainen, morgen wel een half uurtje rustig lopen. Vrijdag ook niet. En dan zaterdag even 20 minuutjes rustige shake-out. En dan zondag is het go-time, dus spannend. Normaal gezien, als deze vlog online komt, is dat de dag voor de marathon. Dus als je morgen naar Gent komt, allez, als je dit s'avonds kijkt en je komt de 24e naar Gent de zondag, of je bent in de buurt en wilt een keer komen supporteren, dat kan zeker. Even Figarootje hier een keer aaien. De laatste tijd vindt hij aaitjes echt makkelijker. Vroeger liep hij zo snel weg. En nu vindt hij het echt is het makkelijk om hem te aaien. Hij vraagt er ook zo gelijk naar soms. Dus dat is echt wel leuk. Hè, Figarootje? Hij weet dat dit zijn plekje is, want Figaro komt van het asiel. En vroeger konden we hem helemaal niet aaien. En zelfs bijna niet eten geven. En dan is er zo wat rustig opgebouwd. En nu na een paar jaar, denk ik ondertussen dat al is, kunnen we hem wel gemakkelijk aaien. We kunnen hem nog niet oppakken. Daar heeft hij nog stress voor, maar op zich aaien gaat wel. Als hij ergens ligt. En als we hem eten geven. Maar je moet niet achter hem lopen, want dat werkt niet. En Figaro, op een stoeltje vind je aaitjes wel leuk, hè. Het is ook chance, want het is super goed weer de laatste paar dagen. Op de marathon heb ik gezien dat het gaat regenen. Dus dat zou echt kut zijn als dat zo is. Hopelijk blijft het nog een beetje uit en blijft het wel nog gewoon goed weer voor de marathon. En wordt het misschien ook beter weer. Oh, we gaan hem hier nog een keer draaien. Oh, maar hij is zo schattig als hij aaitjes heeft. Goed, tijd om boterhammetjes te maken. Waarschijnlijk kijkt hij ook naar de vogeltjes die daar op tafel komen, want mijn mama heeft daar kruimeltjes gezet. Hé? Wauw, liefje, zo leuk dat je eruit ziet. Heb je dat zelf gemaakt? Ja, ik heb dat al gedaan. Heb je alsof ik dat nog nooit heb gedaan? Ik vind dat echt leuk, een vlechtje bij jou. Misschien weet dat mijn kind 6 waai. Pedofiel. No, that's not why. Ik vind dat gewoon, je ziet er zo mooi uit. En anders niet. Jawel, anders zie je er ook mooi uit. Ja, je ziet er altijd mooi uit, liefje. Oké, welke snack gaan we vandaag pakken? Ik neem jou mee. Ow. In mijn boekentas. Lekker wandelen met banaantje. Hoe hou je dat vast? Time to go in the car. Oh. Peperkoekje, dat mag ik straks niet vergeten, want anders ga ik nog honger hebben. Ik moet jullie trouwens ook echt eens afkruisen. En heb jij lekker geslapen, lief? Ja, toch. Gewoon om te weten, er is informatie. Ik heb ook lekker geslapen. Maar ik ben wel wakker geworden midden in mijn droom. Ik niet voor één keer. Nolan droomt echt vaak de laatste tijd. En ik niet, en nu begin ik te dromen. Ik heb niet gedroomd deze nacht. Niet? Ik ben gewoon wakker geworden. Guys, ik heb net de fiets, of wat zeg ik, de fiets. Ik ben net gaan tanken, dat heb ik gedaan. Ik heb de vlog online gezet die vandaag online moest komen. En ik ben moe geweest. Ik ben echt moe. Nu ga ik even, nog heel kort, even gewoon een beetje luisteren, een beetje praten. Want ik had dat beloofd dat ik dat ging doen. Ik ga niet te lang praten. En dan ga ik in mijn bedje en dan afronden voor vandaag. Dus nu komen er nog een paar stream highlights als die er zijn. En anders voer ik nog even de stream highlights van de vorige stream toe. Want ik denk niet dat ik dat in de vorige stream heb gedaan. Dus ik hoop dat jullie het hebben van de vlog. Morgen ben ik er sowieso weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.